John Goetschalk heeft na ruim 10 jaren als directeur afscheid genomen bij Conservation International Suriname, CIS. Niet alleen is het tijd voor een andere wind bij Conservation International, maar zelf wil hij nu ook andere uitdagingen aangaan. Goetschalk meent dat ook in zijn nieuwe functie hij een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname op milieugebied. De scheidende directeur heeft namelijk zijn eigen consultancyfirma Climate Change Advisory Services opgericht. En CI wordt de eerste klant al, om het zo te zeggen, voor het komend jaar in ieder geval, terwijl ik bepaalde projecten afhandel en ook kennis overdraag naar de nieuwe leiding. En er zijn mogelijkheden om, dus zoals ik al aangaf, lokaal en internationaal bij te dragen aan helpen oplossen van het klimaatvraagstuk. Het zijn al nog wat projecten die al lopen, die ik ook zal helpen uitvoeren vanuit de consultancy. En er zijn inderdaad wel wat nieuwe. Dat is een beetje vroeg om daarover te praten, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nog niet ready om dat, dat we zeggen, publiekelijk te maken. Maar ik ben al behoorlijk bezig, ja. Dat kan ik wel zeggen. En wanneer de tijd rijp is, dan zal ik dat ook bekendmaken. Goetschalk blikt met voldoening terug op zijn functie als directeur bij Conservation International Suriname. Hij geeft aan dat niet alleen hij en de organisatie, maar ook gemeenschappen in het binnenland hebben mogen meegroeien in de afgelopen 10 jaren. Toen ik hier kwam waren er misschien 5 of 6 mensen in het team. En nu is het volgens mij 30, zelfs 35 mensen. We hadden 1 of 2 projecten toen ik kwam. We hebben nu echt landelijk programma's, variërend van visserijverbetering, mangrovenplanten, in Zuid-Suriname bedrijven opzetten, aquariumvisserijtjes, trainingen van de mensen. In het centrum van het land werken we met de Matawai om houtkappraktijken te verbeteren. We werken met SBB in verschillende projecten. Dus ja, ik ben erg trots op dit team eigenlijk, op CI Suriname. En ik heb daar een rol in mogen spelen en daar ben ik erg dankbaar voor. Goetschalk geeft aan dat hij met een gerust hart weggaat bij CI, omdat het team dat hij achterlaat het werk zeker aan kan.